Ja, hoi mensen, vandaag weer een nieuwe Let's Play. Woehoe! Oké, we moeten even doorrijden, want we moeten naar de Jorvikstallen. Want zoals altijd gaan we het weer proberen. Ik wil zo graag de Rosette. Je hoort trouwens op de achtergrond mijn paard hinneken misschien. Want Anouk is op ponykamp, dus ik kon weer geen Let's Play met haar opnemen. Het spijt me zo erg, jongens. Ik wil zo graag weer met Anouk opnemen, maar ik moet even gewoon iets beter plannen. Het spijt me heel erg. Heel stiekem hoop ik dat ik vanavond de video... Oh, de boot. Oh, alsjeblieft. Ja, hij gaat open. Oké, ik hoop dat ik hem kan halen. Ik praat zo verder. Ik wil eerst die boot halen. Yes, oké. Wat ik wil zeggen, ik hoop heel erg stiekem dat mijn vader vanavond met mij een Let's Play opnemen. En dan zien jullie die aankomende vrijdag in plaats van een Judith versus Anouk. En vanaf dan... Moet ik het gewoon beloven en mijn belofte ook echt nakomen. Dan komen er weer Judith vs. Anouk video's online. Het gaat de laatste tijd iets minder soepel. Omdat we... Zit hier een haar? Kan ik even niet tegen? Oké. Het gaat de laatste tijd even iets minder soepel. En dat komt omdat school weer is begonnen. En dan zou je denken... Ja, dat is echt een lulreden. I know, sorry. Maar wat mijn bedoeling was, was twee video's voordat dat ging gebeuren nog opnemen. We hebben er 0 opgenomen. Dus... Daarom loopt het nu even helemaal vast. Het spijt me heel erg. We hebben de komende weekenden gewoon even heel erg druk. Dus dan lukt het gewoon even niet. En elke keer als ik dan denk, yo, dit wordt hem. Dan hebben we weer technische problemen. Maar mijn doel is om gewoon binnenkort het weer te halen. Ik wil het zo graag. Ik wil gewoon zo graag jullie het verzoek maken. Want ik vind het zelf ook gewoon heel erg leuk om te maken en te editen en zo. En dus dat is gewoon mijn doel. Niet volgende week, maar die week daarop. Of niet aankomende vrijdag, maar die... Vrijdag daarop komt er weer een Judith versus Anouk online. Dat beloof ik jullie. En jullie mogen daarvoor de straf kiezen. Waarschijnlijk wordt de straf dat wij een van onze paarden moeten gaan verkopen. Ik weet niet. Ik heb hier een schriftje waarin ik heel wat ideeën heb opgeschreven. Ik ga de ideeën nog niet vertellen. Maar wat me dus wel erg leuk lijkt is om misschien vanavond wel met mijn vader een video op te nemen. Ik weet het niet helemaal zeker. Het lijkt me heel erg leuk als dat gaat lukken. Maar mijn vader speelt niet zo vaak Star Stable en zo, dus die weet ook niet echt hoe dat werkt. Vandaag zitten we weer op Gold Stars, zoals jullie weten, mijn wedstrijdpaard. Ik zal alvast even een paar dingen... Ja, jullie... Oh, hier, settings. Zo, ik zat naar opties te zoeken, maar het is natuurlijk settings in het Engels. Ik kreeg een aantal keer de vraag waarom mijn Star Stable in het Engels staat. Nou, dat is omdat... Oh, ik zie nu pas dat ik hem op mijn menu heb staan. Wacht even hoor. Het ziet er beter uit. Zoals jullie weten doe ik elke keer de Golden Hill of de Jorvikstallen Championship. Ik heb niet zo even tijd bij de hand. Ik hoop echt heel erg dat ik het ga halen. Oeh, nog 5 minuten. Nou, dat moet ik halen. Dat komt omdat ik heel graag nog de eerste Rosette wil winnen. En dan heb ik niet van alles een Rosette, maar dan heb ik van alles wat voor mij vroeger alles was, heb ik dan een Rosette. Tot aan de Zilverkleed Champ. Welke is dat überhaupt? Oh, de J. Wat is dit dan? Waarom lukt het niet? Zo. Oh, jongens. Ik wil niet. Ik wil gewoon zo graag die wedstrijd winnen. Maar ik vind het gewoon nu al een beetje spannend. Ik hoop dat ik hem haal. Ook al is het een tweede rosette. Ik moet de eerste nog. Maar ik wil gewoon een rosette winnen. Ja, ik hoop dat jullie dit stiekem wel een beetje horen. Maar Anouk is dus op ponykamp. Dus Lotje die is... Met Melly is op ponykamp, want Lotje is kreupel. Dus Lotje staat nu alleen in de wei. Dus ze is de hele tijd naar Melly aan het hinneken. Maar ja, Melly die komt niet, want Melly die is verder weg. Al zijn ze best wel dichtbij in de buurt nog. Kan ik doorrijden? Oh. Ja. 3 minuten. Wat is dit? Is dat een liedje of zo? Ik ga de muziek zo even aanzetten. Ik heb het heel lang uit gehad, maar misschien wil ik het toch wel weer aan.
om de spanning juist wat meer te maken. Want mijn vader zegt dat je onder druk het best kan presteren. Oh! Oh, wow. Ik was even helemaal vergeten dat dit was. Daar gaan we straks even kijken. Want ik heb er geen idee dat het uitziet. Nog geen één keer gehad sinds ik weer Let's Plays maak. Oh, het ziet er zo gaaf uit. Ik vind het wel echt heel erg mooi. Oké, snel inschrijven. Nee, ik hoef niet de schedule te weten. Nog 2 minuten. Ja, 2 minuten. Oké, we hebben het gehaald. Maar wat ik even wou kijken was... Waarom 56? Pictures teken. Waarom kan ik die niet... Oh, dat opent zich... Ja, oké. Ik zag nu pas wat dat pictures tekenen betekent. En dan gaat hij terug. Ken ik iedereen? Ja, ik heb alle quests gedaan, denk ik. Sterren, ja, daar ben ik heel slecht in. Misschien moeten we daar maar eens wat meer mee doen. En championships, ja. Vinden ze zilverkleed? Oh ja, we gaan dit inderdaad even doen. Ranger things, 37 gold. What the frip? Cool. Hoeveel hebben jullie hier al van gevuld? Ik ga even vertellen hoeveel ik er heb gevuld. Ik moet toch nog even wachten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ja, ik kan niet tellen, dus we kijken het andere keer. Oh, er zijn allemaal mensen. Kijk of ze door wil dat ik wegloop. Ja, ze hebben door. Jammer. Cute, wat een cutie. Wat voor paard is het? Nog 5 seconden en dan wordt de groep bekendgemaakt. Oh ja, ik ging de muziek aanzetten. Settings. Sound. Oh, ik dacht dat ik muziek uit had staan. Maar het zal wel... Groep 1, maar we staan niet bovenaan. Dus wij zijn niet het allerhoogste level. Zij heeft level 21. Level 21. Oh, maar ze heeft niet het allerbeste paard wat ze kan. En ik ben level 20, bijna level 21. Gaan we aan werken, jongens. Ja, ik krijg nog steeds vragen of ik bij iemand in de club wil. Maar jongens, ik ga weer bij Daphne in de club zodra ik weer een keer samen met Daphne ga opnemen. Oké, jongens, hopelijk ben ik mijn vriendschaparmbandje met mijn vriendinnen geluk. Oké. Altijd blijft het een beetje spannend. Oh, jongens. Oh, nee. Heb ik weer de slechte spullen aan of zo? Daar heb ik de laatste tijd namelijk wel vaker last van. Zesde, oké. Top 6. Ik weet niet of... Als jullie me heel lang volgen, weten jullie dat als ik top 6 eindig, ik blij ben. Oeh, eigenlijk moet je daar ook springen, maar dat lukt allemaal niet. Je kunt eerder erin, I know. Spannend, jongens. Oh, wat vind ik dit nou? Goed kijken. Als het goed is, raak ik nu niemand. Nope. Yes, we hebben geluk, joh. Al moet ik zeggen, ik heb deze champ zo vaak gedaan dat ik ondertussen ook wel... Nee! Ik wou serieus net gaan zeggen, ik heb deze champ zo vaak ondertussen al gedaan dat ik ondertussen ook wel weet wanneer ik moet oppassen en wanneer niet. En ik knal vervolgens weer tegen een boom aan, zoals ik altijd heb. Maar iedereen rijdt ook op van die quarter-achtige paarden. Oké, ik zie 1 vries. Dus misschien moet ik wat vaker op die wedstrijd. Ik doe altijd met Goldstar die wedstrijd. Hé, ik zag dat een meisje door die dingen heen lopen. Oh ja, het is wel het liedje dus. Oké. Hoi, mag mijn wedstrijdliedje weer terug?
Nou ja, we hebben al geen, we maken eigenlijk al geen kans meer op Rosette. Oh jongens, ik doe zo hard mijn best. Misschien moeten jullie mij tips geven voor wedstrijden. Stel je kijkt en je denkt, Judith, oh my god, je moet dit veranderen of zo. Let me know, want kijk, dat soort shortcuts weet ik allemaal niet. Hé, hey, vierde. Zijn we zojuist derde geworden? Wat? You kidding me, right? Huh? Oh, ik krijg een appje. Huh? Ja, we zijn derde geworden! Oh my god! Hey! We nailed it! Zij is eerste geworden. Hey, met een soort ratjepaard. Sorry, ik ben nu aan het opnemen en jullie weten dan wel een beetje dat ik niet al overal reageer. Nu ook wel even hier naar kijken. We zijn derde geworden tijdens de dressuurwedstrijd, jongens. Met de springzadel. Wauw. Dat is wel heel gaaf. Het is een zetbak. En nu een uitgestrekte galop. En terug naar een mooie draf. En een pirouette. Ja, dat lukt niet echt. Daar zijn niet voor gebouwd. En tussen de G en de D halt houden en groeten. Oh, hij pokt! Pokken tijdens de dressuurproef. Dat kan niet zomaar, jongen. Nice. I like it, jongens. I like it. Maar het is ook wel leuk dat je dan niet andere mensen ziet erin staan als je er zelf in gaat. Maar kijk, als je ernaar kijkt, zie je wel mensen. En ik zag dat er ook nog een dressuurwinkel was, maar waar is die dan? Jezus, er heeft iemand hier met deo lopen spuiten. Ik heb helemaal hoofdpijn gekregen. Maar wel liever deo dan andere vieze geurtjes. Maar alsnog, oh. Zoveel deo heb je ook nog niet nodig. Ik krijg er hoofdpijn van. Vind je dat ook zo irritant? Dat is dan mannen deo, dus dat ruikt nog extra sterk. Let me know als je dat ook irritant vindt. Oh, ze gaan me helpen. Oh, hier. Dankjewel, Alpha. Oh my god. Oh, deze moet ik hebben. Want ik heb nog niet een zwarte. Even doorkijken. Oh, hoedje. Hier is niet echt iets bijzonders.
is wel cute op zich, maar niet heel erg bijzonder. De zelf vind ik op zich wel cool. Ook iets echt bijzonder hier. Dit vind ik op zich wel interessant. Ja, als we dan toch iets gaan kopen, dan zou ik het doen. Oké. Oh, wow. Wat zijn hier opeens weer veel mensen? Nou jongens, het was uiteindelijk best wel geslaagd. Had ik niet verwacht. Ik had echt niet verwacht dat we gewoon derde zouden worden. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal. En ik hoop jullie te zien bij de volgende video die of met mijn vader is, of met Anouk. Of met Lotje. En volg me ook even op mijn andere kanaal genaamd Indraf. En daarin plaats ik elke week video's over mijn eigen paarden, Lotje en Melly. Ik hoop jullie te zien bij de volgende video en doeg! Dag!